of all the fun I've missed. Think of all the fellas that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you fulfill my Christmas wish. But don't be too. Ho ho ho! Boontje klaar, boontje klaartje klaar. Klik klak, cross the floor. Hey goed volk, wat goed dat je kijkt naar deze nieuwe video. Het is nog steeds Kinderwondermaand. Het is maandag, dat betekent de eerste dag van de week. En weer een nieuwe week van Kinderwondermaand. Waarin ik elke maandag, woensdag en vrijdag upload. Dat is heel gezellig, dat is heel leuk. En als je super actief bent op social media en alles, dan maak je ook nog eens kans om bij het Goed Volk kerstfeestje te zijn. En dat is extra leuk, want dat is op 23 december met allemaal Goed Volk mensen in Amsterdam. Gezellig, chocomel en filmpjes kijken en praten en kletsen en vragen stellen en van alles. Dus wil je daarbij zijn, check dan info in de bio. Ik zit wel de hele tijd te zeggen dat ik super kerstachtig ben en dat ik mega veel kerstmuziek ken. Maar is dat wel echt zo? Is dat wel echt zo? Ben ik wel echt zo kerstig als dat ik zeg dat ik ben? Er is natuurlijk maar één persoon of platform of ding die dat ook echt daadwerkelijk kan bepalen. BuzzFeed, 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 BuzzFeed. In de comments staat, als het goed is, een berichtje van mij met alle linkjes naar de testjes, zodat je ze mee kan doen nu. En dan gaan we gewoon samen deze testjes doen. En ik ben stiekem oprecht... Als ik zou moeten tellen hoeveel tijd ik verspil aan BuzzFeed quizzes in mijn leven, is oprecht embarrassing. How Christmas are you? Ja, how Christmas am I? Je hebt al zin in kerst voordat het Thanksgiving is. We vieren geen Thanksgiving, maar ik ben al in juni excited voor kerst, dus ja. Je luistert het hele jaar door kerstmuziek. Ja, dat doe ik. Christmas carol. Is dat zingen? Wat is caroling? Caroling... Oh, dat is langs huizen gaan en dan zingen. Nee, dat is wel heel extravagant, zelfs voor mij. Je hebt ooit een holiday party gegooid. Wil ik dus wel. Ik wil echt heel graag zo'n extravagant kerstfeestje vieren. En dat ik dan allemaal van die Pinterest-achtige koekjes en dingen maak en kransjes. En dat iedereen komt en dan ze zeggen, oh my god, I like so good. Ook al zijn mijn vrienden niet Engels, maar dat ze er spontaan Engels van gaan praten en dan... Vooral in een LA accent. Dat is wat ik wil. Echt heel graag. Dus heb ik niet gedaan, maar wil ik wel doen. You spend hours crafting the perfect holiday playlist. Ja. En het heet de Quinmas List. Het bestaat uit 24 nummers. Eén nummer voor elke dag van december tot aan kerst. Het is perfect. Je kerstboom is on fleek. Dit is de kerstboom die we hebben en ik heb hier zo lang over nagedacht over waar welk dingetje moet en hoe de slingers moeten. Het is zo mooi. Het is zo mooi. You have a collection, of Christmas sweaters. Ja, op zich heb ik wel een paar kersttruien. Een elfenjurk. het heeft belletjes. Ik heb dit. Schattige kerstpinguïntjes. Netflix kersttrui. Look at it. Hier staat Netflix. En natuurlijk de enige trui die er echt toe doet. By the way jongens, voor de mensen die een beetje unaware zijn over de bedoelingen op het moment. Deze kersttrui, waarvan ik zei hij is helemaal uitverkocht. Er zijn er weer een paar van op de website. Echt een paar. Je hebt een succesvolle Secret Santa georganiseerd. Ja, dit was ooit op de middelbare school. Had ik het idee van, oh my god, we doen geen surprises meer. Want dat vinden we lame, want we zitten op de middelbare school en we zijn cool. Dus toen dacht ik, dan doen we Secret Santa. En dat vond iedereen vet leuk. Ik heb iedereen een beetje soort van gedwongen om het leuk te vinden. Ik was echt nog extravaganter dan je denkt op de middelbare school. Maar ik heb voor iedereen heb ik toen van die candy canes. Met een briefje eraan, met Merry Christmas. Heb ik aan iedereen uitgedeeld. En iedereen haatte candy canes. En ze lagen allemaal uiteindelijk gewoon in de klas. En niemand heeft ze meegenomen. Show my results. Sorry maar. Er staat hier, you're fairly pumped about Christmas, which seems like the healthy way to go about things these days. Dit is veel te mild. Hoe ben ik dit? Ik ben meer kerstmis dan op zich wel kerstig. Stom. Eén ding waar ik dus op zich best wel benieuwd naar ben, is hoe ik kerst ga vieren als ik ooit kinderen heb. En er is een test die me gaat laten zien... Hoeveel kinderen ik heb gebaseerd op de kerstdingen die ik zou kopen bij Target. Science. Wat is dit? Wat is dit? Zwart en grijs en dan nog grijzer en dan wit? Nee. Nee. Koop iets
in de keuken. Buy a pillow. Oh. Koop een decoration to go outside. Oh, voor buiten. Olaf, ik wil echt met je dansen in de zomer, maar nee. Dat is toch geen krans? Dit is toch geen krans? Dat zijn takken? Dat zijn takken van een dood. Het is dood. Het is gewoon dood. Oké, heel eerlijk vind ik al deze kerstkaarten lelijk. Maar dit is wel ook... Oh, dat is mooi. Ja, dat is beeldig. Oké, ik kies deze. You got 5 or more kids. 5 of meer? Dat is disturbing. Ik zou het wel gezellig vinden. Maar 5 of meer? Oh my god. Moet ik wel een groot huis hoor. Grote auto gelijk ook. Super onhandig. En dan is het nu tijd voor misschien wel de meest essentiële quiz die ik ooit in mijn leven zal nemen. En dat is geen over-exaggeration. Overdrijven? Dat is niet overdreven. Dat is niet extra. Er staat namelijk the hardest Christmas lyric quiz you'll ever take. En we weten allemaal dat kerstmuziek het allerbelangrijkste van kerst is. En het eten. Hashtag, ik kom hier alleen voor het eten. I saw mama kissing Santa Claus. She didn't see me. She didn't hear me. Oh my god. Moeilijk. Is dat goed? Oh, ik hoor pas op het einde of het goed is. Stressvol. White Christmas. It's gonna be a... Oh nee, dat is niet die. Oh, I'm dreaming of a white Christmas. All I want for Christmas is you. Oké. Ja, nee, het is standing right outside my door. And under the mistletoe is een ander stukje. I know my song. Won't you my sleigh tonight? Won't you? Wow, deze weet ik echt niet. Then one snowy Christmas Eve. Then one foggy Christmas Eve. Then one snowy Christmas Eve. Then one foggy. Wat is het? Snowy of foggy? Ik weet het niet, joh. I can't place it. Christmas. I am thinking tonight of you. Even more than I usually do. And although I know it's long, I promise you. What the fuck? Ik ken het niet! Even more than I usually do. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be. A pair of humming boots and a bit and a boot and a pits and Bali and then a. But if you really hold me tight, all the way home I will warm. We'll go, we'll be warm. I'll be home, I'll be warm. But hoe langer je kijkt naar deze antwoorden, hoe moeilijker het wordt. The snow in the storm. Oh my god. Oh, I hate going out in the snow. Storm in the snow. What the? How I hate going out in the storm. Is it in the snow? Is it in the storm? The snow's falling down. I'm watching it fall. Lost people around. Baby, please come. Ik ken het nummer niet eens. Ik ken het nummer niet eens. Ik faal in kerst. Later on we'll conspire as we dream by the fire. To face unafraid the plans that we made. Walking in a winter wonderland. Last Christmas I gave you my burp. Dit is toch moeilijk hoor jongens. Dit is toch moeilijk. Is het? A face on a stranger with a sparkle in his eye. Nee, ik denk het niet. It's a face on a lover with fire in his heart. A man on the cover, but you tore him apart. Ooh, that's the one. Eerlijk, kent iemand de andere stukjes van Jingle Bells behalve Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All The Way? What the hell? Friends and family all together. Ik denk Friends and family all together. Ik weet niks meer op dit moment. Think how much that you have been missed. Nee. Think of how much fun we've missed. Nee. Think of how much you of me you've... Nee. Think of all the fun I've missed. Think of all the bells that I haven't kissed. Next year I could be just as good if you check up my Christmas quiz. Badoobidoo. That's the one. Deze weet ik zeker. Deze weet ik zeker, want ik hou echt van dit nummer. Have yourself a merry little Christmas. En dit is de laatste. Oh my god, ik ben zo gestrest. Ik ben zo gestrest. Ik ben zo gestrest. Als ik minder dan 10 goed heb, I'm done. I'm done. Hang a shining star upon the highest. Wow. Hang a shining star upon the Christmas night. Oké, ik ga hem nu inklikken en dan weet ik het antwoord. Oké, okay. Through the years, face allow, highest bow. Oké. Ik heb er 9 van de 14. Wat? Wat hebben jullie gedaan? Als je deze quiz hebt meegedaan, laat me dan weten in de comments hoeveel van de vragen jij goed had. Vooral in de kerstvragen, kerstliedjes vragen ding. Ben ik heel benieuwd wat jullie hebben gehad. Ik had dus 9 van de 14, vind ik zelf best wel laag.
Maar goed, Allah, het is een voldoende, I guess. Vergeet niet dat als je nog een kersttrui nodig hebt voor deze dagen, dat je dus deze kan kopen in de link in mijn bio. Er staat op, ik ben hier alleen voor het eten, dus je spreekt ook nog eens de waarheid terwijl je deze trui aan hebt. En allemaal leuke dingetjes en quincing drop. En als je hem hebt, laat me dan weten op veel social media en alles. Woensdag ben ik weer terug. Ik zeg heel vaak, wat stom. Anyways, woensdag ben ik weer terug met een nieuwe video. En tot die tijd zie ik jullie op social media of zo. I don't know. Geniet van jullie dag.